Weet je wat er gebeurt als je met Sam met test.nl onder invloed naar Forever 21 webshop gaat? Dan koop je heel veel. Nee, niet lekker net als ik heel erg dronken was. Nee, het was niet zo. Het was Teske en ik ging gewoon even bestellen. Waar is mijn adres? Nou, en toen kreeg ik dit. Ik heb echt nog nooit een heel pakketje gehad van Forever 21. Normaal is het altijd gewoon zo'n plastic zak dingetje of zo. Maar ik ga hem even unboxen. Dit is een live unboxing, jongens. Ik dacht, wat vinden jullie leuk? En ik was zo dronken dat ik niet meer weet wat ik allemaal heb besteld. Dus voor mij is het ook heel spannend. Ik denk dat ik allemaal hele korte sletjurkjes heb besteld. En het gaat nu al niet goed meer. En ik ga me dadelijk zelf mijn oog steken. Jongens, ik heb mijn haar heel raar, maar daarbij niet uit. Toch? Jullie accepteren mij zoals ik ben. Zo. Volgens mij is het echt heel veel. Er zit één drol in. Zo'n reactie nu. Echt heel veel volgens mij. Oké, wacht. Ik heb nu echt heel veel kleding. Eerst een trui. Zien jullie hem? Het is met groen en een beetje crème-achtig. Oh, ik vind hem echt heel vet. Het is echt een hele zachte trui. Comfy. Het is een beetje kort, maar dat maakt niet uit. Want er moet sowieso wat onder, want het schijnt door. Maar ik vind hem heel leuk. Ik denk dat hij bij mij ook wel goed staat. Zelf mag zeggen. En deze was in de sale, want normaal was die 21,75, maar voor mij was die nu iets van 11 euro. Dus dat is wel chill. Super chill. En dan heb ik nog een topje. Alles in plastic. Ik zal het terugsturen. En een topje. Kijk jongens, kant. En de achterkant ook kant. Dat is echt sexy jongen. Nee, maar dat is wel leuk. En het is gewoon leuk voor in de zomer. Op een lichte jeans. Hij voelt wel volgens mij een beetje smal. Maar ik denk dat ik het wel kan hebben. Ja, die vond ik gewoon heel leuk voor in de zomer. Lekker fris. Ja, lekker fris. En die was 7,75 euro. Een singlet. Dan heb ik voor het eerst een broek besteld. Want ik snap de maten van Forever 21 niet. Geen idee of ik ze pas. Dus ik heb gewoon een broek besteld in de grootste maat die ze hebben. Ze hebben de grootste maat 31. Maar ik kwam er niet achter of het naar jeansmaten waren. Of 31. Ik hoop het. Deze was maar 11 euro. En er zitten scheuren in. Ik vind hem wel stoer. Volgens mij moet het wel goed komen, maar... ik ben een beetje bang. Maar dat maakt niet heel veel uit. Want volgens mij 11 euro. En anders verkoop ik hem weer lekker een beetje. Je weet toch? Dus dat. Dan een onderbroekje. Die ik nu jullie niet ga laten zien. Nee jongens. Jullie hoeven niet alles. Oh, nog een onderbroekje. En nog een onderbroekje. Jongen! Oké. Dan een top. Oh, die is echt vet leuk. Oeh. Dit is wel allemaal heel erg zwart volgens mij. Maar goed. Die is wel een beetje crop top, maar maakt niet uit. Eigenlijk wel, is dat wel jammer. Nou, dan moet ik wel iets met spaghetti bandje, want ik vind het stom als het hele grote bandje. Want het schijnt door boven. En de rest is gewoon zwart. En, oh, het is echt wel leuk. Ja, die vind ik echt heel leuk. En die is 14,75. Wat is dit? Ik weet het ook echt niet meer, hè. Oh ja. Dit is een blouse. Schijnt ook hartstikke door. Met polka dots. Maar ja, die vind ik echt heel leuk. Mouwtjes. En de achterkant is een stukje langer. Dus dat is, dat is leuk. Ik hou van polka dots. Dus ja. En dan nog een shirt. Oh, hoe duur was die? Dat is volgens mij wel wat duurder. 17,75. Dat valt nog mee. En dan dit.
moet het eerst zelf even kijken. Dat is het nadeel met een unboxing. Dus zo, oh nee, de achterkant valt wat langer. Even kijken hoor. Zo. En er staat, wat staat er? Don't pray. Nee, don't panic, pray. En er zit van die stuts op en de mouwtjes zijn van kant. Heel rebels, jongens. Ik weet niet of ik, ja, ik weet niet. Ik vind hem of een beetje, vind hem ook een beetje ordinair eigenlijk. Maar ik vind hem ook wel weer stoer. Snap je? En die was, hoe duur ben jij? 15,75. Dan zit er een doos in de doos. Heel spannend. Moet ik dit eens weer gaan opkrijgen. Hier zit wel een tas in. Nu zit er een ketting in. Oh, dat is wel heel vet. Ik ga hem even uithalen. Het is zo'n, ja, ik weet niet hoe je het precies noemt. Hoe is wel groot eigenlijk. Ja, het is een ketting. Ik weet niet, ik zal hem even omdoen. Want volgens mij valt het wel vrij strak. Ik heb ook echt iets aan wat er totaal niet bij past. Oh, dit voelt wel. Het zit niet echt heel comfortabel, moet ik zeggen. Je voelt hem wel echt hangen. Maar... Kijk, op mijn spiegel staat hier natuurlijk. Hallo. Ja, het is op zich wel tof. We moeten wel even kijken of ik dat ga combineren. Maar ik vind hem op zich... Het zit niet lekker, maar oké. Okay. Zonnebril. Ik ben echt... Ja, zonnebrillen moet je ook altijd... kan je niet genoeg van hebben. En ik draag altijd of die soort Wayfire brillen of pilotenbrillen. Oh jongens. Staat hij me goed? Nee, maar ik vond die met goud en bruin glaas vond ik heel vet. Dus hij zit wel goed. Ik heb een nieuwe zonnebril. Hij zit echt vet. Ja, hij zit echt heel goed. Ja, zie je, kijk. Oké. Dat was het alweer. Maar ik ben er wel vet blij mee. Echt even lekker dikke bestelling gedaan. Maar dat mag ook wel eens. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Peace out, bitches. Nee, waarom zeg ik altijd bitches? Ik vind het helemaal niet leuk. Peace out. Peace out, beauty mensen. Peace out, kinders. Peace out. Oh, langer net ook of de zon schijnt. Dat is echt vet. Oh my fucking god. Jongens, kijk, de zon schijnt. Kijk, de zon schijnt. Ah! Kijk dan, de zon schijnt. Ik ben fucking bruin. Wow, 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 wow. Ik ben wit. Oh yeah! Oh yeah. Oh yeah. I'm a gold digger, bitches. Mm-mm.